In deze tutorial laat ik je zien hoe je een filmrolletje maakt in GIMP 2.6. Eerst open je GIMP en dan ga je naar afbeelding, ik bedoel bestand, nieuw. En de afbeeldingsgrootte 300 bij 300 GIMP punten. Ga naar geavanceerde opties en vullen met wit. Vullen met wit en dan klik je op oké. En als allereerst gaan we rand maken van het filmrolletje. Dus ga naar je lage dialoog en klik op dit papiertje. Op dit icoontje om een nieuwe laag te maken. En deze laag noem je rand. En dan klik je op oké. Ga dan naar je rechthoekige selectie. Vink afgeronde hoeken aan met een straal van 5 of iets rond 5, 4,6 of iets anders. Mag ook, maar als het maar dicht bij 5 is, dan is het goed. En dan maak je een rechthoek zoals dit. Ja, en dan ga je naar je emmer. En de voorgrondkleur, die maak je deze kleur grijs. En de HTML-notatie is C1C1C1. En dan klik je op oké en dan klik je in rechtop die je maakt. Ga nu weer terug naar je ovale selectie. Afgeronde hoeken staat nog steeds... is nog steeds aangevinkt, maar dit keer vind je ook vast aan met een verhouding van 1, een schaal 1 op 1, 1 bij 1, ja, zodat je een perfect cirkel krijgt, een rechthoek, sorry. Gaan we naar selecteren, niets, en nu maak je een rechthoek hier. En die plaats je hem hier. En nu druk je delete op je toetsenbord. Je die kant op. En dan druk je op delete, zodat alles wat erin zit weg is. En nu gaan we hulplijnen toevoegen, zodat alle vierkantjes... die gaat wissen, precies onder elkaar zitten in een soort kolom. En wanneer je gereedschap kiest, een beetje naar beneden beweegt, zie je hier een soort van lineaal. En daar klik je op en dan beweeg je je muis naar het scherm. En dan zie je een lijn en dat heet een hulplijn. En die hulplijnen die kunnen heel erg helpen met nou ja, dit soort dingen. Plaats je hem daar en dan doe je hem nog een keer, maar dan aan de rechterkant. Zoals dit. En zoals dit. En nu ga je naar selecteren. Nee, sorry. Ja, wel. Selecteren. Niets. En dan weer terug naar je rechthoekige selectie. Nog steeds alle instellingen. En dan maak je een rechthoek hier. Precies hierin. En omdat je die hulplijnen hebt, dan kun je hem gewoon precies. Dan kan je hem precies eronder plaatsen. Dus doe dat en dan druk je op delete. Naar beneden. Delete. Naar beneden. Delete. En dat blijf je doen totdat je helemaal naar beneden bent. Wanneer je helemaal beneden bent. En delete. En nu zijn we klaar met deze rand.
dus gaan nu naar selecteren. Oh, selecteren, niets. En nu kun je de hulplijnen weghalen, want die hebben we toch niet meer nodig. En anders zitten die alleen maar in de weg. Dus we gaan naar afbeelding, hulplijnen, alle hulplijnen verwijderen. En nu zijn alle hulplijnen weg. En nu moeten we de rechterrand nog maken, maar we gaan dit niet allemaal overdoen. En gaan we niet helemaal opnieuw doen. En dat is ook niet nodig, want je gaat gewoon naar je laagdialoog. Zorg ervoor dat rand is geselecteerd. Dan klik je op dit icoontje om de laag te dupliceren. Ga dan naar je verplaatsen, naar verplaatsen. Actieve laag verplaatsen. Zorg ervoor dat rand kopiëren is geselecteerd. En dan klik je één keer op de rand. En dan beweeg je. En dan beweeg je die rand naar rechts met je pijltjestoetsen, zodat het precies naast elkaar is. Of je kunt weer hulplijnen gebruiken vanaf de bovenkant. Maar dit is een veel handiger. En dat doe je dan ongeveer hier. Dit is goed. En nu ga je naar rechthoekige selectie. En vink afgeronde hoeken uit. Maar vast is nog wel aangevinkt. Want als je afgeronde hoeken nog aan hebt gevinkt, dan krijg je afgeronde hoeken. En dat willen we niet. Oh, en nu gaan we een nieuwe laag maken. En deze laag noem je vierkant. En dan klik je op oké. En nu een vierkant maken. Precies in het midden. En dan plaats je hem ongeveer hier. En ga nu naar je emmer. Verander de voorgrondkleur in deze kleur. En de HTML-notatie is E1B34F. En dan klik je op oké. En dan klik je in de vierkant die je net maakte. Ga nu naar selecteren. Niets. Nu gaan we twee zwarte lijnen aan de bovenkant en aan de onderkant van de vierkant maken. Dus ga naar je gereedschapskist en kies het potlood en penseel. Circle 03. En de rest kan je gewoon laten staan. En we moeten precies rechte lijn maken en zwart, dus verander je voorgrondkleur in zwart. HTML-notatie is 6 keer 0 achter elkaar en dan klik je op oké. En ik ga een beetje inzoomen zodat je het goed kan zien. Shift indrukken en houd en ingedrukt. Shift die daar druk je op en die dat hou je ingedrukt. Dan klik je, zie een plusje daar. En dan zie je nog een plusje met de lijn ertussen. En dan zo. En als de lijn niet perfect recht is zoals ik hier heb gedaan, kun je naar Ctrl-Z gaan. Of dan druk je Ctrl-Z op je toetsenbord en dan kun je dit overnieuw doen. En dan moet je dit krijgen. En nu gaan we een lijn hier maken, maar als je Shift doet, zie je dat het plusje al daar is. En dat willen we natuurlijk niet, want we willen het hier hebben. Om dat op te lossen, ga je naar een andere gereedschap en dan weer terug naar potlood. En dan zie je dat het plusje daar niet meer is. Shift ingedrukt houden. Klik. Ja. En nu gaan we de vierkant, die gaan we twee keer dupliceren. Dus ga naar je laagdialoog, zorg ervoor dat vierkant is geselecteerd en dan klik je twee keer op dit icoontje. 1, 2. Maar zorg ervoor dat vierkant kopiëren is geselecteerd. Ga dan naar je verplaatsen, ga
actieve laag verplaatsen. Klik je en dan beweeg je naar beneden met je pijltjes toetsen. Zoals dit. En nu ga je naar een laag dialoog en dan vierkant kopiëren nummer 1. Klik. En dan beweeg je met je pijltjes toetsen naar beneden. Ik weet zeker dat er geen vierde meer oppast. Maar nu zie je dat hier meer wit is dan daar. Dus dat kunnen we doen door hier op deze drie oogjes te klikken. Zodat de twee randen in de achtergrond weg is. Nu ga je naar laag. Ik bedoel afbeelding, sorry. Afbeelding. Zichtbare lagen samenvoegen. Of je drukt gewoon Ctrl-M in. Dat is wat sneller. Zie je dit venstertje? En dan samenvoegen. En dan zie je dat alles één is geworden. En verander dit in vierkanten. En dan klik je op oké. Dan doe je enter. En dan haal je de laag weer terug. En dan gaan we naar je verplaatsen. Dus als het goed is al. De stijl nog steeds verplaatst als het goed is. Zorg ervoor dat vierkant is geselecteerd. En klik dan één keer op vierkanten en beweeg dan met je pijltjes toetsen tot het goed is. En aan de hand van de vierkanten aan de randen kun je wel weten of het goed is, ja of nee. Ja of nee. En dit is goed. Nee. Dit is goed, ja. En dat is het eigenlijk. En als je hem bijvoorbeeld op je website wil hebben of in iets anders, dan is het niet handig om hem zo te kopiëren. Maar dat doe je door op dit oogje te klikken zodat de achtergrond weggaat. En dan ga je weer naar laag of afbeelding. Afbeelding zichtbare laag samenvoegen of gewoon Ctrl-M. Samenvoegen en dan kun je de namen veranderen in filmrol. Of filmrolletje. Dan ga je weer terug naar afbeelding. Afbeelding. Afbeelding automatisch bijsnijden. En dan zie je dat dit gebeurt. En om dan te kopiëren doe je niet Ctrl-C of gewoon bewerken of kopiëren. Nee, je doet bewerken en dan zichtbare kopiëren. Je kan wel doen Shift-Ctrl-C, want dan krijg je dit. Dan heb je het gewoon met transparant en dan krijg je hem gewoon zoals hij nu is. Maar dan zonder die vakjes natuurlijk, dat is alleen in GIMP. En dat is eigenlijk de tutorial. Dat is de tutorial voor de filmrol. Als je deze tutorial leuk vond, dan kun je mijn andere video's bekijken en misschien abonneren. En bedankt voor het kijken.